Welcome back to Food, Fashion, Travel. Like, comment en subscribe. Enjoy! Nou, lieve mensen, ik ben lekker op balkon. De locatie dat ik nu ben is echt elite. Like, je moet gewoon een auto hebben om hier te bewegen. Het is geen Latour of zo. Snap je wat ik bedoel? Het is echt een elite buurt. Nu heb ik er een beetje last van, omdat ik vaak boodschappen doe en zo. Ik bel 1680. Ze hebben geen taxis. Meestal geen taxis beschikbaar voor deze omgeving. Dus ik ben iedereen aan het bellen die ik nog in mijn telefoon had. Die ik weet die ook taxi rijden. Ik moet echt gaan. Ik moet echt toiletpapier hebben. En zo. Ik moet echt naar buiten. Morgen heb ik een taxi besteld. Hopelijk komt hij. Want ik moet even naar Gersvliet. Ik moet even naar Noord. Om een luchtpostpakket op te halen bij Pico. Mijn zeevracht is nog steeds niet vrijgegeven bij de haven. Pico had aangegeven dat de container wel is aangekomen in Suriname. Maar dat het nog niet is vrijgegeven door de douane. Dus ik zie wel wie ik ga vinden die me kan brengen om mijn boodschappen te halen. Er zijn wel genoeg winkels in de straat, grote. Maar je moet echt altijd, je kan echt niet langs de kant van de weg lopen. Is echt een, ja. Oh, je snapt wat ik bedoel. Mensen, ik geniet hoor. Ik geniet. Er zijn stoelen op balkon. En ik doe het met mijn voeten. Daarom hoor je een beetje lawaai. Ik wacht op vervoer. Ik moet echt boodschappen gaan doen. Ik heb olie nodig. Ik heb dit en dat nodig. Maar alles en nog wat. En ja. Zo. Mensen, ik ben even langs de weg, omdat ik, I'm suffering guys, I'm suffering big time, because ik kan geen enkele taxi vinden om naar de winkel te gaan en ik zit te kijken. Dankjewel. Of ik een taxi, oké, ik een taxi rijdt langs hier. Als ik wist dat ik hem kon stoppen, boy. Ik moet echt naar de winkel gaan. Dus hij gaat die keren. Maar even kijken of hij gaat keren. Ik kan niet geloven dat ik bedel om een taxi. Nee, volgens mij gaat hij niet keren. Nee, hij gaat niet keren. Gedonder, jongen. Ik moet naar de winkel. Ik kan echt niet zo leven. De zonglow is wel nice hier. En de wind waait zo lekker. Ik ga even mijn broertje bellen. Hij wilde toch een beetje Suriname zien via video bellen. Ik kom vast wel iemand tegen die de auto gaat stoppen voor me aan de kant. En hey, je bent zo mooi. Je bent zo leuk. Kan ik je helpen? Je gaat zien. Blijf maar. Oké, ik heb eindelijk een taxi langs de weg gevonden na enige tijd te hebben gestaan. Dus ik ga gewoon gelijk gebruik maken van de kans nu ik bij een winkel ben om alles te kopen wat ik nodig heb. Kijk. Ik weet niet welke pindakaas lekker is, maar ik ga voor die crown. Daar is mijn oog op gevallen. Ik moet melk hebben. Ik hou van thee drinken, mensen. Oh, ze hebben hier lekkere siroop. Ananas, maracuja.
87,50. Stroop. Stroop is altijd goed om te hebben. Ik moet wat lekkers halen. Tijd om uit te checken. Ik weet niet hoeveel dit me gaat kosten. Is het? Mensen, ik ben bij DA. Ik zoek eigenlijk ontharingscreme. Nee, dit is een salf. Nee. Ze verkopen wel scrub en zo en oil. Maar ik zie geen ontharingscreme. Je gaat even vragen. Dus ik moet eerst goed kijken. Ik heb het gevonden. Dan ik kijk nu even naar een redelijke prijs. Want normaal gesproken gebruik ik Fiet. Maar daarvan zie ik Body Cream Hair Remover with Baby Oil. Deze is met vitamine E en rich cocoa butter. Welke valt me oog op deze? Oh, mensen, ik ben bij de poort. Die honden zijn twee keer naar buiten gegaan, dus ik moet ze weer binnen laten. Kijk, eentje hier en die andere daar. Daar heb je een van de katten. Ik weet niet waar die kleine is. Mijn lekkers, mensen. Ik heb krikraag gekocht. Cheese Girls. Cheetos. Nog een Cheese Girl. Ik heb brood gekocht. Lekker. Voor in de ochtend. Ik heb bolletjes gekocht. Voor de rest gewoon basic dingen. Keukenpapier. Dingen wat je dagelijks gebruikt. En zo, en wat drinken. Ik ga even uitpakken en alles neerzetten waar ze moeten zijn. Dan ga ik lekker douchen en dan gaan we lekker voor de buis. In Suriname zijn er altijd hele leuke films op tv. Ik wil vandaag gewoon binnen zijn. Zoals je ziet, ik ben geen uitgaanstype. Ik hoef niet naar dansies of zo. Ik ben meer een type van lekker naar een restaurantje. Van Sommelsdijkstraat, die van die leuke bars en restaurantjes. Dan zit je lekker op het terras, een drankje, lekker eten. Dat soort dingen, lekkere wandeling maken. Ik hou meer van het rustige, rustgevende activiteiten buiten de stad. Als je me niet volgt op TikTok, sommige dingetjes drop ik daar. En niet op YouTube, dus... Dan zie je me dat ik lekker uit eten ga. Meestal alleen, want ik wacht niet op andere mensen. En ik wil niet mensen uitnodigen omdat ze dan verwachten dat jij gaat betalen. Want het leven is al duur voor mensen in Suriname. Dus ik ga meestal alleen op pad. Zo. En ik vind het prima. Ik ben eigenlijk naar Suriname gekomen om jullie. Want ik zal heel veel recepten met jullie delen. Deze week gaan we krabo maken. Er gaan nog een paar recepten komen aankomende weken, dagen ook. Dus wees even geduldig. En mijn eerste prioriteit is rust. Even tot rust komen. Niet per se hier en daar. Mensen zeggen geniet je wel, want je bent op vakantie. Dit is voor mij vakantie. Gewoon van mijn land genieten op mijn eigen manier. Yes. We gaan iets eten. En dat is dit. Die mevrouw van de Toertonnen. Vlooie Mark zei dat het kaneelappel heet. Ik had twee gekocht, maar het was bedorven. Het was zo rijp geworden. Ik ga echt forceren met een broodmes, hè. Laat me jullie laten zien wat ik doe, hè. Nee, ik moet echt een betere mes pakken. Dit is echt een scherpe mes. Deze was niet eens rijp. Die andere was niet... Huh? Jammer. Ik ga het opnieuw kopen.
Want die andere had ik wel een beetje geproefd, maar de rest was bedorven. Het is wel lekker. Jammer, 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 jammer. Verspilling, helaas. Dit moet ik wel weggooien, anders komt het niet goed. Helaas, pindakaas. Nou jongens, ik heb het verpest. Die andere was helemaal overrijpt. Ik dacht, deze zou wel goed zijn. Zo jammer. Het is wel lekker. Anyway, ik heb wel in de koelkast heb ik watermeloen. Dus ik heb nog lekker fruit. En goedemorgen, frisse morgen. Suriname. Morning, morning, morning. Ik ben al sinds 3 uur 's ochtends wakker. Ging opruimen. Ik ging mijn kamer reorganiseren. De keuken reorganiseren. Hier is lekker de balkon. Ik ga een keer home tour geven. Zodat je weet wat voor appartement dit is. Het is best wel een grote erf. Dit is de voorkant. Dat is een avocado boom. We hebben een kokosboom. En andere plantjes. Oh, er is een dox in dat ding. In dat hokje. Kunnen we lekker masala dox eten. Ja, het is een dox. Ik ga even kijken. Je kan hier zitten 's avonds. Ja, het is een dox. Hier, hè? Ik weet niet wat voor boom dit is. En de vogels eten die avocado's. Kijk maar. Volgens mij is er hier ergens een stok dat je kan plukken. Ik weet niet waar het nu is. Hier is een tafel. Je zou hier kunnen barbecuen. Misschien dat ik een moederdag, last minute moederdag barbecue ga organiseren. Het huis is echt, dit is echt groot. Het is immens groot. Het is ook heel mooi, de schilderwerk aan de muren, heel veel plantjes. Kijk, daarachter noem ik even de washok. Oh my god, ik heb de kraan opengelaten. De wasmachine zal wel overvol zijn. Daarachter wassen we kleren. Hier is ook de achterkant. Hier is een ander huis weer. Een hele grote huis. Bakovenbomen. Die andere bakoven had echt heel veel bakoven eraan. Maar die mevrouw heeft het al eraf gehad. En ze heeft me een beetje gegeven. Is het achtererf. Volgens mij. Jullie. Oeh, het is overvol. Jezus, Jezus, Jezus. Uitdoen, uitdoen. Dan ga ik gelijk heel veel kleren wassen hoor. En anders is het zonde. Je kent die wasmachines van Suriname wel, toch? On. Waarom doet hij het niet? Oh, dat. Sinds zit de stekker er niet in of zo. Ja, het zit er wel in. Waarom doet hij het niet dan? Nou mensen, ik ga even kijken. Ik ga even kijken wat er mis is met dat ding. Waarom het niet aangaat. Nee, en dit zijn een van de dingen die ik heel vervelend vind. Want dan moet ik weer iemand iets gaan vragen. En ik. Er is altijd wel iets, jongens. Kijk, die draad. Kijk, loopt hier naar binnen. Dus waarschijnlijk, misschien is het nog niet aangezet of zo.
Ik wil bijna kijken. Nee, ik kan dan nog geen kleren wassen, mensen. Doordat iemand het komt regelen. Nou, dit soort dingetjes hou ik niet van. Ik snap dat je dingen verhuurt. Maar ik moet je niet voor elk klein ding moeten komen roepen en vragen. Want dat is vervelend, toch? Want je bent op vakantie, je wil gewoon genieten. Je wil dat dingen gewoon op zijn plek is en dat alles het doet. Want ik moet niet... Ja, oké, waarom is er geen vuilnisbelt? Waarom is er dit? Waar moet ik dit... Alles moet gewoon klaar zijn, weet je wel? Want je betaalt het ook in euro's. Weet je hoeveel geld die appartementen kosten? Het is nu vroeg, ik wil mijn kleren wassen zodat ik tijdig klaar ben met alles. En ik kan nu niet... Ik kan nu niet doen wat ik moet doen. Ik ga nu een berichtje sturen, want ik wil echt kleren wassen. Het is een druk weekend. Morgen is moederdag. En ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik vind het echt vervelend. Er zijn een paar dingen die ik al had doorgegeven in dit appartement. De bank is oud. Weet je toch, als een bank oud is, dan zit er van die zwellingen erin. Het bed was niet goed, hebben ze het vervangen met één harde bed. Het is best wel een drukke plek, vind ik. Te veel mensen, maar het is echt een grote erf, hè. Je ziet hoe groot de huizen zijn die erop staan. Sommige mensen doen druk soms. Als je bezoek hebt en ze moeten naar het toilet, moeten ze door je slaapkamer. Het is één slaapkamer. De airco doet het niet meer. Het blaast alleen maar warme lucht. Zoals je ziet, is zwaar te zak. Ik ben aan het opruimen. Ik heb afgewassen en zo schoonmaken. Die moet ik dan... Ik ga het gewoon voor de deur zetten. Mijn huid is echt glowing. Sorry. Ik ben al sinds vanochtend bezig met werk in huis te doen. Opruimen, schoonmaken. Ik ben zo'n type persoon. Alles moet gewoon netjes zijn. De vloer wil ik dweilen. Alles opruimen. Mijn kamer moet netjes zijn. Als ik ben opgestaan, mijn bed moet worden opgemaakt. Ik wil nu kleren wassen. Het gaat niet. Ik moet iemand eerst gaan berichten voordat ik antwoord krijg dat het geregeld wordt. De toilet spoelt niet goed. Als je doorspoelt, komt het water helemaal eerst omhoog. En dan pas naar beneden. En soms... Op zich is het niet... De locatie van dit appartement is super, vind ik. Aan de ene kant omdat het dichtbij het centrum is, dichtbij Waterkant, dichtbij Torarica, van Sommelsdijkstraat, al de restaurantjes. Dit is meer voor iemand die van uitgaan houdt. Je gaat niet echt koken. Je bent iemand die de hele dag op straat gaat zijn, et cetera, et cetera. Er rijden geen bussen hier. In de advertentie stond er: de bus stopt voor de deur. Klopt. Maar het komt één keer per dag of zo. Dus eigenlijk kan je zeggen: er rijdt geen bussen hier. Taxi's zijn de meeste. Als je taxi belt, 1680. Meestal zeggen ze: er is geen auto in de omgeving. Oké. Daarnaast. Meestal als ik gewoon vooraan sta. Dan rijden altijd taxis langs en dan stop ik gewoon eentje die toevallig langs rijdt. En er bestaat ook een app volgens een van de chauffeurs dat ik gebruik van kan maken. Maar je kan niet naar de winkel lopen, is echt een hoofdweg. Je kan niet denken, ik ga even wandelen in de avond. Want je gaat niet elke keer de taxi pakken, tenzij je een auto hebt. En auto huren, ik ga over praktische zaken praten in een video. Want mensen denken, dan huur je toch een auto. Ik moet heel veel dingen uitleggen aan jullie. Hoe dat werkt, want ze kunnen je proberen op te lichten. Ze gaan zeggen voor je brengt de auto terug. Ja, maar er is een crash hier en dan houden ze je borg in en zo. Kan je veel meer geld gaan kosten. Zo, locatie van je vakantiewoning is belangrijk. Je moet gewoon rustig naar de winkel kunnen lopen zelf.
Je moet een wandeling kunnen nemen. Je moet gewoon uit je huis kunnen. Dit is echt een hoofdweg. Als je daar gaat lopen, je wordt aangereden. Je wordt echt aangereden. Ik zie mensen af en toe wel lopen, maar dan moet je helemaal bijna in het... Want het is een beetje bosjes, heel veel stukjes. Dat is niet te doen. Zo, ja, ik weet niet. Oh, jongens. Ik dacht het wordt een leuke vlog. Laat jullie even zien wat ik aan het doen ben. Opruimen en zo, maar nee. Later op de dag had ik weer boeienbestellingen. Ik heb hier een paar foto's en video's. Ik heb heel veel bestellingen wekelijks. Ik kan je niet zeggen hoeveel boeien ik per week bak. Het is heel populair. Ik heb een aantal vaste klanten die elke week mijn boeien bestellen. Ze zeggen je boeien proeft heel anders. Ik ga een keertje een screenshot maken van de feedback die ik krijg van klanten. Voor de mensen die me misschien niet willen geloven. Ja. Trouwens, ik deel mijn vlogs om jullie gewoon te laten zien wat ik doe. Sfeerbeelden van Suriname, zodat jullie ook kunnen genieten. Voor de mensen die niet op vakantie zijn of binnenkort komen. Wat je situatie dan ook is. Het is niet om discussies te starten over politiek. Of dat ik hulp vraag of dat ik niet weet wat ik doe. Ik deel gewoon gekke momenten met jullie. So, hou het leuk in de comments. That's it. See you the next time. Bye.